met dus Kevin Kies centraal achterin. Want hij wilde absoluut een linksvoetige speler voor de winterstop bij Club Next. Gewonnen match met 0-2. Dit zijn de elf van RWDM. Maar het gaat naar achteren. En dan nog eens breed. Kijk eens, een Souzi kan profiteren van die slechte pass van Van der Smissen. En dan zelf trappen. Hij gaat erin. Het staat 0-1. Kevin Nzuzi met de openingsgoal. Hij probeerde het al eerder in de wedstrijd van afstand. Maar toen leek het nergens naar. Deze is gewoon raak. Nzuzi zorgt voor de 0-1. Zijn derde van het seizoen. Bal even goed leggen. En dan is Svet Kauskas geklopt in de korte hoek. Ja, tweede poging van Nzuzi. Maar van een tweede plaats durven ze nog te dromen. Rommens gaat iets proberen. Nee, hij opent voor Klaas. Klaas met de voorzet. Rommens in één tijd over. Poging van Nicola Rommens. Hij mag het nog eens doen hoor. Moreno, Vinicius komt zich aanbieden. En dan op het hoofd van Kadiri geserveerd die bal door Vinicius. Is de all-time topscorer Thomas Henry. En kijk eens, opnieuw balverlies. En Nzuzi die er op slag van rust 0-2 van kan maken. En hij doet het ook. Nzuzi met zijn tweede in de 45ste minuut staat het 0-2 voor RBDM. Hier een weggever, de tweede al. Lemoine die wegglijdt. Nzuzi die profiteert. Daar de kopbal van Vinicius. De wedstrijd doen kantelen. Zarouri. Ja, voorzet is goed en hij gaat erin. Daar is de aansluitingstreffer. Kadiri tikt binnen. Zarouri dit keer niet met de goal. Hier Zarouri met een goede voorzet. En dan heeft Kadiri maar binnen te tikken in de rug. En Ugalde, het 19-jarige talent. Ja, de 2-2. Het is Neven die hem binnenkopt. En zo stelt Lommel op enkele minuten gelijk. Matisse een tweede keer geklopt. Glenn Neven met de gelijkmaker. Zarouri alweer met assist. Neven komt hem perfect en onhoudbaar in de hoek. Thordarson achterin gebleven. Henken snel weer het pak in. En dan Matisse, dit keer wel klem. Kreeg de bal niet weg. Nieuwe voorzet laag. En bijna Moreno. Lommel stapelt de kansen nu op. Thordarson in de sneeuw is als een vis in het water. Moreno, bal wijkt af, maar Matisse verschuren. Opent voor Thordarson. De voorzet is goed en de kopbal binnen. De 3-2 binnengekopt door Ugalde op 10 minuten van het einde. En zo stunt Lommel in de tweede helft en maakt het een 0-2 achterstand goed. Kijk eens, de kleine Ugalde daar tussen die verdedigers van RWDM in. Maar altijd maar weer Moreno hier bij Verschuren. Moreno naar binnen trekken en dan uithalen met links. Maar 93 minuten, die zitten erop. En dus maakt Staessens een einde aan de wedstrijd. Een spectaculaire comeback van Lommel SK.